Kramat weg! Yo, kramat weg, loodvrij! Campagne, geef ons schone waterleidingen, begrepen? Ga maar even vast. Hallo, hallo. Ik zet alvast de loodbokaal neer. Er komt iemand aan, jongens. Er komt iemand aan. Heel goed. Professor. Zo, hallo. Zou u hier niet willen filmen, alsjeblieft? We zijn mee met een protest. Maar zou u even met de camera naar buiten willen gaan? Nou, even snel. We komen een loodbokaal aanbieden. Hier is hij. Met twee glaasjes kraanwater van de Kramat weg. Met een loodgehalte van 94 microgram per liter. Wij drinken gif. Ja. Zou zeggen, neem even een glaasje van die gif. Dan weet je hoe het voelt. Even in, schrik even een glaasje in. Ik wil u echt even vragen om naar buiten te gaan. Ik wil best met iemand in gesprek, maar niet met zoveel hier mensen. Tot er een oplossing komt. Oké, okay. Dan kan het nog wel even duren. Dan kan ik mijn kraan. Dank u wel. Ja? Ja. Vers drinkwater. Wij drinken het al, dus. Neemt u niet even een lekker slok als u? Nee hoor, dank u wel. Nee, ja, waarom niet? Nou, als je dat drinkt, dan kan je ziek worden, blauw tandvlees krijgen en een slecht IQ. En dat heb ik. We gaan er wat aan doen. Maar laten we het even rustig houden, dat begrijp ik. Alleen wat de bewoners graag willen is dat er een belofte komt dat die lode leidingen binnen nu en een aantal weken worden vervangen. Ja, nee, maar de termijn kunnen we nog niet geven. Dus we willen graag dat u naar buiten stapt en hier pontificaal de belofte maakt tegen de bewoners. Het is afgelopen, wij gaan de bewoners niet meer vergiftigen. Het is klaar, we gaan het oplossen. Doe het dan ook duidelijk en doe het uitgesproken. Graag. Wij kunnen niet beloven dat het binnen een paar weken is, dat weet u ook. Dat is niet mogelijk. In Noord krijgt het 60%. In Noord krijgt het 60%. Laten we meer even antwoorden. Dat is jammer. Dat helpt u weg. Een beetje slap. Ja. Kunnen we die deur open krijgen misschien? Dan kunnen we nog even vragen of... Hij is open. Oké, okay, ja, hij is open. Nou, dan gaan we even naar binnen. Dan gaan we naartoe. Dus, we zijn al niet helemaal uitgepraat. Goeiedag. Wil je niet duwen? Wil je die kleine niet duwen, alsjeblieft? Wilt u niet duwen? Dan komt hij naar je toe. Hij komt naar ons toe. Mooi zo. Hij komt weer terug. Kom maar. Die deur vast. Niet op kind gaan. Kom maar, die deur vast. Ja. Even. Over een paar maanden wordt opgeregen. Niet blijven. Nou, je ziet het. Er wordt nog steeds niet antwoord gegeven op bewoners. Er staan hier echt tientallen bewoners in. En vervolgens word je hier echt door rapaien zou ik zeggen, worden we hier bijna de laan uitgeveegd. Het is een schande. We laten ons niet provoceren, jongens. Maar we willen wel een normaal antwoord. Maar deze meneer heeft net wel gezegd, we gaan de lode leidingen vervangen. Dat willen we graag hebben. Garanties en een korte termijn. Moeten wij ondertussen gewoon huur door blijven betalen? Wij gaan geen huur meer betalen. Bijvoorbeeld IJmeren, die geeft de huurverlaging aan hun bewoners. Kunt u dat ook toezeggen? Onderzoek naar gedaan. Nee, ik... Maar deze mensen hebben de test al binnen. Ja, maar het gaat om 40, 50 appartementen. Dat is de vraag of er bij 40, 50 appartementen te veel... Maar deze man heeft al getest. Ja. 94 ja, kwam hij op uit. Krijgt hij huurverlaging bijvoorbeeld? Ja. Nou, op dit moment niet. Er wordt een onderzoek naar verricht. En mijn vader heeft hart- en vaatziekte. Moet u nu gaan wachten? Nog een maand? Nog 3 maanden? Dat weet ik niet. Hij is ziek, hè? Dat weet ik niet. Moet iedere keer water gaan pompen voor die man. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Bent u overstag? Ik ben niet overstag, nee, maar dat is herhaling van zetten. Bedankt en wel tot ziens. Tot ziens. Dank u wel. Eigenlijk hier. Dit is wel kenmerkend voor hoe zij met ons omgaan, ook gewoon in het contact. Als je ze mailt, gewoon geen reactie en weinig begripvol. Geen drinkwater!